leven daarvoor. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat ik hier hanteert. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst te vinden. Sorry, Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Moeten we nu nog antwoorden of liever? Oh, mijn. Goed. Ja, dat zwijg ik liever. Excuseer. Ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemband. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen als het gebeurd is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat wel een half uur. Dit kan, dit kan voor mij. Uitgelacht worden, vlak zit je op kampioen. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten die avond kon Valair er zo gezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen